Ooit was de inmiddels gesloten gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden de plaats waar gemarteld werd. In de 17e eeuw was het fort een pijn- en martelhuis. Mensen werden in het openbaar terechtgesteld. Die geschiedenis zit in het gebouw verankerd. Studenten van kunstopleidingen van het Friesland College lieten zich inspireren en gebruikten de Blokhuispoort om het om te toveren tot een artistiek spookhuis in de House of Elements. Dolende zielen van omgekomen misdadigers dwalen nog steeds door het verlaten gebouw. Ze hebben zich genesteld in de hoeken en gaten en ze smachten naar een wisseling van de wacht. Dit is een voorstelling in de Blokhuispoort. En de Blokhuispoort was in de 16e eeuw een pijn- en martelhuis. En daarna kent iedereen het als de gevangenis. En Pieter die belde mij of ik hem wilde helpen met dit vrij intensieve grote project. En dat wilde ik wel. Je haalt echt de geesten van het verleden terug, hè? Ja, dat is wel een beetje het idee waar we uit zijn aan het werken geweest ook. We hebben in het begin nog wel een andere vorm gehad, maar op het duur hebben we die omgegooid. En eigenlijk is de vorm die we nu hebben gevonden eigenlijk een echte, ja, bevalt heel goed. Hoe moeten mensen dit beleven? Tja, hoe de... Zal ik dat vertellen? Doe jij ik vind het ook even, ja, dat is even... De mensen, is het, voor de mensen is het een soort ontdekkingstocht. Heel veel mensen zijn nog niet in de Blokhuispoort geweest. Het verhaaltje wat men heeft gelezen op de site gaat over het verleden. Als de mensen hier binnenkomen, worden ze eerst opgesloten. Niet in deze cellen, maar bij de hoofdpoort. En vanuit daar is er een route van 10 minuten door de hele Blokhuispoort heen naar dit blok. Dat is spannend, dat moeten de mensen ook beleven. Dan komen ze hier en dan speelt zich daar een verhaal af over het meester van het huis. De meester van het huis die de macht overdraagt. En daar zit men gewoon te kijken en dan hoop ik dat ze het af en toe eng zullen vinden, af en toe mooi zullen vinden. Maar ik hoop toch wel dat er af en toe een kriebel over de rug heen gaat. Gisteren hadden we bijvoorbeeld iets heel raars in de voorstelling zitten. Ze waren aan het spelen en op een gegeven moment ging de rolstoel, zonder dat iemand het ook maar aanraakte, bewoog in één keer 4 meter verderop en kwam bij de muur tot stilstand. En dat hadden we nog nooit in het hele repetitieproces meegemaakt. Dus het idee van wat zich hier heeft afgespeeld, het idee van wat zich in die muren ook bevindt, dat moet worden overgebracht.